Wel, Want vorig jaar was het ook geen groot succes. Wel, Bas. Ik weet het. Ik laat de kerstman komen. Ja, de kerstman! De kerstman komt naar ons kerstfeestje. Ja, ik regel de kerstman en ik breng hem nu naar school. En dan ga ik werken. Goed? Jee! Ja! Binnen 3 dagen zal de kerstman er zijn. Ah, hier is ze! De Joris! Zeg, wat is het, joh? Niet goed geslapen? Tja, nee. Niet echt. Ik heb tegen mijn zoon gezegd dat hij de kerstman laat komen, maar ja. De kerstman, die bestaat toch niet? Wie gelooft daar nu in? Allee, Joris, meen je dat, hè? Dat is toch onmogelijk? Ja, ja. Ik weet het. Ik weet het. Ja, ja. En wat gaan we nu doen, hè? Gaan we nu in een rondomme boekje, hè? De kerstman opzoeken of wat? Allee, Joris, kom maar. Ik kan niet anders. Nee, maar wacht eens. Jij hebt toch een rode mantel? Ja, ja. Ja, van ons toneelgezelschap, hè. Valasse, jij kunt mij helpen? Ah ja, jij kunt toch de kerstman spelen? Matteo, jij moet de kerstman spelen voor Bas, ja? Hij zegt, dat doe ik niet, zeg. Hey. Kerstman spelen. Allee, zeg, kom aan. Doe het voor mij. Doe het voor Bas. Wij zijn toch maten? Wij helpen toch elkaar? Ja, 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 oké, ik weet. Je moet Maarten helpen, ik weet dat. Ja, en ik weet, jij bent er ook altijd voor mij. Oké, dan is dat dan geregeld, hè. Oké, het is goed. Ik doe het. Zie je? Oké, ja. Ja, maar Joris, ja. Ik ga terugwerken. Oké, ja. Dan is het dan geregeld, hè. Kerstman spelen. Joris zal het nooit niet leren, hè. Ah ja. Maten zijn er voor elkaar te helpen, hè. Kerstman. Ho, 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 ho. Is hij er al bijna? Hij zal direct wel komen. Nog eventjes. En dan zal de kerstman hier wel staan. Ah, hier is hij al. Kom erin, meneer de kerstman. En heb je dit jaar je cadeautje verdiend? Tuurlijk, meneer de kerstman.
Ho, 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 dat is goed zo. Oh, de bel. Ja, Bas, mag ik binnenkomen? Ja, meneer de kerstman, u mag binnenkomen. De kerstman? Ik dacht, ik kom eens langs om mee te vieren. Je liet toch de echte kerstman komen? Ik ben de echte kerstman. Bas, kijk, hè. Ik kan alles uitleggen. Ik heb dus aan Matteo gevraagd of dat hij de kerstman wou zijn om een goed kerstfeest te organiseren voor u en... Hij geloofde er niet in. En dat deed zeer. Wel, ja, ik wou eigenlijk hem helpen, want ik ben eigenlijk niet de echte kerstman. Laat maar, want ik vind het best wel grappig. Dus nu krijg ik 2 cadeautjes. Oh, 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 zeker weten. Enkel als jullie beloven dit nooit meer te doen. Ja, beloofd, meneer de kerstman, ja. Ja, meneer de kerstman, we zullen het nooit meer doen. Mooi zo, dan heb ik nog wel een cadeautje. Wow, dat is kei cool, kerstman. Graag gedaan, jongen Paul. Dan gaan we nu maar iets eten, want de kerstman heeft wel een beetje honger. Natuurlijk, meneer de kerstman, natuurlijk. Zeg, meneer de kerstman, maak ik straks met u op de foto, dan kan ik dat aan mijn kinderen laten zien. Maar ja, natuurlijk. Maar ja, zeker niet vergeten. Ho, ho, ho. Een vrolijk kerstfeest. Papa, binnen 3 dagen is het kerstmis. Wat gaan we doen? Wel, En nu moet jij zeggen, ja, ik heb... Valasse, jij kunt mij helpen? Ja, jij kunt toch de kerstman spelen? Matteo, jij moet de kerstman spelen voor Bas, ja? Matteo, ben je binnenkomen? Tuurlijk, meneer de kerstman. Wat zei jij, Matteo? Ja, dat is precies wat jij zei, Matteo. Nee. Ik ben Joris. Nee, Bas zei jij. Ah. Want ik ben Joris en Matteo. En de kerstman. Oh, ik ben de deur vergeten dicht te doen. Nou, dat is wel keit, hè. Ik ga wel uit, de kerstman toch de deur dicht doen. Dat ging was totaal wel. Ja, hier stonden wij, hè. Nou. Oké. Okay. Oh, de bel. Dag Bas, ga je binnenkomen? Nee. Nee! Lawaai.
Wel, Bas, kijk, hè. Ik kan alles uitleggen. Ik heb dus aan Matteo gevraagd of dat hij de kerstman wou zijn om een goed kerstfeest te organiseren voor u en weet ik veel wat ik nog moet zeggen, ik weet het niet meer. Maar dat speelt geen rol, want er staat tekst voor mij, dus dan kijk ik eens even. En vind het? Inderdaad, Bas. En heb je dit jaar je cadeautje verdiend? Ik moet wel lachen, maar doen dan. Wat moest ik zeggen? Tuurlijk, meneer de kerstman. Oké. Okay. Kerstman staat erop. Meneer de kerstman, je staat erop. Ja. Ja, meneer de kerstman, we zullen het nooit meer doen. Het is mijn taxi. En die, mooi. Meneer, zeg maar, mooi. Oh. Ja, laat eens. Zet hij nou. Mooi zo. Dan heb ik nog wel een cadeautje. Ja, Brett, je staat niet op zijn plek. Brett. Wacht, hè. Ja, zeker niet vergeten. Ho, ho, ho. Een vrolijk kerstfeest. En stop.